Rusland lijkt namelijk voor het eerst Noord-Koreaanse troepen te hebben ingezet in die oorlog. De Oekraïners melden op Telegram dat de Noord-Koreaanse troepen onder vuur zijn genomen in de Russische grensregio Koersk, die dan weer deels bezet wordt door Oekraïne. Naar onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is natuurlijk maar één bron, maar hoe opvallend zou het zijn dat de Noord-Koreanen daar ingezet worden? Nou ja, er zijn natuurlijk al de laatste weken aanwijzingen dat er steeds meer Koreaanse militairen naar Rusland zijn. Er zijn zelfs zijn gegaan. Er zijn filmpjes van, hè, video's. President Poetin werd het op de BRICS-landenvergadering laatst in Kazan gevraagd. En hij ontkende het, nog bevestigde het. Hij zei, ja, wat wij doen, het blijft tussen ons. Nou ja, als het niet waar was, had hij gewoon nee gezegd waarschijnlijk. Dus ja, die aanwijzingen zijn er wel. Maar dat ze nu ook in koers worden ingezet, dus als gevechtseenheden, dat is toch wel opvallend, omdat we het gewoon niet wisten. Daar waren ook speculaties, ook vanuit de Russische militaire sectie, zeg maar, dat ze bijvoorbeeld zouden worden ingezet bij het bewaken van militaire objecten, zodat die Russische militairen die dat daarvoor deden, vrijgemaakt zouden kunnen worden en naar het front zouden kunnen vertrekken. Maar dat ze nu ook echt in Koersk worden ingezet, als het waar is natuurlijk wat wat Oekraïne zegt, dat ze vandaag in gevecht zijn gekomen met de Noord-Koreanen, dan moeten we ook nog maar even wachten. Maar dan is dat toch wel opvallend. En Joost, betekent dat dan dat de Russische soldaten gewoon op zijn? Nou ja, Rusland krijgt steeds meer moeite om mensen te vinden. Kijk, ze verliezen ongeveer 1000 man per dag. Dat zijn doden en gewonden. Mensen die in ieder geval niet meer aan het front kunnen worden ingezet. Als je kijkt dat ze ongeveer ook hetzelfde getal, waarschijnlijk nog minder, per dag recruteren aan vrijwilligers, dan is het een eenvoudige rekensom. Dan krijg je gewoon niet genoeg. Alleen allemaal om het aan te vullen, laat staan dat je het leger kunt uitbreiden. Dus ja, in die zin heeft Rusland gewoon problemen. Dat is duidelijk en die worden ook groter. En daarnaast is het ook zo, ja, als je om binnenlandse onrust te voorkomen, zoveel mogelijk proxy-soldaten, zoals dat dan heet, soldaten uit andere landen kunt inzetten, ja, dan doe je dat. Want dan heb je ook minder kans dat je eigen bevolking in opstand tegen het bloedbad dat maar doorgaat in Oekraïne. En we weten nog heel weinig over die inzet van die Noord-Koreanen in Koersk. Ja, ze zouden dan de Oekraïners moeten terugdringen daar in de regio. Kunnen we wel wat zeggen over hoeveel soldaten het dan zouden zijn? Nou, deze Andriy Kovalenko van de Oekraïnse Veiligheidsraad, die zegt, die heeft het over 8000. En daar had een paar dagen geleden Antony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, het ook al over. Dus nou ja, dat ligt redelijk in lijn met elkaar. Dus laten we zeggen dat het er nu zo'n 8000 zijn. Aanvankelijk was er sprake van dat er 12000 militairen zouden worden ingezet. Waar die 4000 dan zijn gebleven, ja, dat moeten we afwachten. Misschien dat die op een later tijdstip in Koersk arriveren. Ander nieuws dan uit Moskou, want de Russen hebben het Departement van Europese Coöperatie omgedoopt tot het Departement van Europese Problemen. Dat is een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, ik moet een beetje lachen om die titel. Ja, inderdaad. Wat moeten we hier nou mee, Joost? Nou ja, het is natuurlijk heel symbolisch. Hè? En het gekke is dat er ook, heb ik begrepen, in de dagelijkse gang van zaken niks zal veranderen. Dit is een departement dat zich bezighoudt met internationaal-Europese organisaties. Dat gaat dan over de Organisatie voor de Vrede en Veiligheid in Europa, de OVSE, de Raad van Europa, de Europese Unie zelf, de NAVO. En dat gaat allemaal wel door. Maar ze hebben er gewoon een andere naam aangegeven, symbolisch, om te laten zien van, jullie pruimen ons niet meer, jullie hebben problemen met ons, dan hebben wij nu ook letterlijk problemen met jullie, want ze noemen het nu dus ook het Departement van Europese Problemen. Het is allemaal heel symbolisch, maar toch ook niet onbelangrijk, want Rusland geeft hier ook wel mee aan dat ze laten zien van, nou, dit is voor ons, wordt het een lang conflict met Europa, en daar zijn jullie ook nog zomaar niet zo vanaf. En ik denk dat je het daar een beetje onder moet scharen. Ja, maar is het ook niet, zoals Liesbeth net al reageert, ja, gewoon een beetje kinderachtig?
Ja, nou ja, zit het over en weer. Hè. We hebben de laatste jaren gezien dat, ik noem maar wat, in Moskou heb je het plein waaraan de Amerikaanse ambassade staat. Dat heet sinds een paar jaar het DNR-plein. De Donetsk-Volksrepubliek plein, zeg maar. De afvallige republiek in Oost-Oekraïne. Gewoon om de Amerikaanse te plagen. Daarentegen hebben de Tsjechen bijvoorbeeld het plein waaraan de Russische ambassade in Praag gevestigd is, hebben ze het Boris Nemtsovplein genoemd. Hè? De criticaster van Poetin die in 2015 onder de Kremlinmuren is doodgeschoten. Het zijn pesterijen over en weer. Maar het is allemaal symbolisch. Maar het, ja, het mag duidelijk zijn. Het maakt de sfeer er onderling natuurlijk niet beter op. Dat is duidelijk. Dankjewel, Joost Bosman, onze Rusland-correspondent.